We starten met 8 jongens. Daarna komen in Londen komen er nog 3 bij. Dus moeten er weer ook weer 3 afvallen. De beste zullen het overleven en die mogen dus naar Brazilië. Deze tour zal ik aandachtig naar de verrichtingen van de jongens kijken. Die Kandro woont bij mij in de buurt, 17 jaar. Is volgens mij de jongste van de groep. Hele rustige jongen, grappig, super technisch. Pinto, die is 27, die woont in Rotterdam. Uitzondering natuurlijk. Ook sterk. Zo'n beer is een monster. We hebben Orville, heel rustige jongen. 20, 21 jaar. Kan een bal goed bij zich houden. En ook te grappig ook. Hij heeft niet eens door dat hij zo grappig is. We hebben Deeltje nog, 21, 22 jaar. Is ook super technisch, heel snel met de bal. We hebben Said, die als het goed is, 21. Een van de beste Marokkaanse jongen wat tot nu toe ook loopt. Sterk aan de bal. Jeremy heeft paardenburg, waar het allemaal is begonnen. Jeremy, ja, is tot nu toe een van de beste op straat. 27, 28 ook. Nou, nog steeds top. Ik heet Jurik Ascension. Natuurlijk ook van mijn straatvoetbal. Mensen zeggen dat ik kan straatvoetballen, dus dat geloof ik het best. Je ziet het zelf, ik lach de hele dag. Gasten zeggen. Ja, dan had ik dat door. Wacht maar op het veld. Ja, Edgar, ja. Is onze burgemeester van straat, hè? Die is technisch. Heel mooie akkers heeft hij. We zijn nu onderweg naar Rotterdam. De aftrap begint daar, liggen een paar Rotterdamse jongens. En daarna begint de echte tour. Vliegen naar Parijs en daarna vliegen we door naar Marseille, naar Londen. En na Londen komt de echte, Brazilië. Ik heb er echt zin in gewoon. Ja, kijk, die gasten willen niet dat we daar gaan voetballen. En vooral met camera's en zo. Ze denken dat ze hier gangsters zijn of zo hier in de straat. Gaan we het proberen uit te praten. Gewoon bal spelen. Gaan we een beetje tegen elkaar voetballen. Willen ze niet. Wilt eentje die bal zogenaamd wegschoppen? Ja, daar ben ik dan in het begin nog rustig. Dan denk ik van ja, gewoon een beetje praten. Als ze de hele tijd stoer blijven doen, als wij mooi netjes blijven praten, dan lijkt het alsof we kleine jongens zijn en dan word ik ook boos. Ik kom ook van de straat, weet je hoe vaak dit gebeurt? Als ze gaan matten, dan moet jij weg. Ja, maar... Daar gaat het ons om. Maar luister, als ze gemat moet worden, moet er gemat worden. Ja, in die box. De opzet was om in bepaalde slechte wijken te gaan voetballen. Dus nou, toen ze terugkwamen, gaven ze dus eigenlijk aan dat het een slechte wijk was. En ik vond het alleen maar mooi en ik wist gewoon dat het een fantastische insteek zou zijn om wel te gaan en om niet te gaan. Het allerbelangrijkste is techniek. Daarna moet je snelheid hebben, je moet inzicht hebben en je moet vooral wilskracht hebben. Panna was een paar jaar terug was het heel erg belangrijk. Sommige jongens vinden het nog heel erg interessant. Het is leuk als je iemand poort, maar je moet de bal hebben. Ik vind het sturen, iemand uit balans halen, vind ik het mooiste. Ja, een beetje peper, een beetje zout, een beetje kruiden, maar het smaakt goed. Dus nu gaan we weer tegen het eerste team, want dat was het sterkste team. Can y'all bounce, 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 hey, y'all, can y'all do something for me? Can y'all bounce, 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 hey, y'all, can y'all do something for me? Can y'all bounce, 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 hey, y'all, can y'all do something for me?
black and my hat's real low. Do I look like a mind reader, sir? I don't know. Am I under arrest or should I get some more? Well, you was doing 55 in the 54. I'm lost in the registration listed by the car. You carrying a weapon on you, I know a lot of you are. I ain't stepping out of shit on my pants legit. What do you want? Als je die ballen die bal hebt, what the? When he kicked me, yeah. I stayed straight. No, I didn't say nothing. No. So now it's out. Come on, let it play. Once upon a time, not too long ago, a nigga like myself had a strong arm, a hoe. And this is not a hoe in the sense of having a pussy, but a pussy having a goddamn sense. En nu pas gaan jullie zien wat pannas inhouden. Duizenden pannas gaan jullie zien. Fine things happening here today. A show of strength with your boys brigade. I'm so happy and you're so kind. You want more money, of course I don't mind. To buy nuclear tanks with more atomic rhymes. And the public gets what the public wants. Zelf had ik geen tijd om te voetballen. Ik moest de jongens al in de gaten houden. Dat ik het echt de tijd voor wil nemen om een goede beslissing te nemen. Om die niet mee te gaan. Naar Brazilië. De politie durft hier niet te rijden. Ja. En zo. Dus ik zie gewoon die politiewagen, die rijdt hier gewoon. Ik denk, ja, hij durft wel. Gewoon een 9 mm doorgeladen op zijn schoot. Niet lekker duiken erin. We hebben die Brazilianen afgemaakt. Nu zijn wij de beste straatvoetballers van de hele wereld. Welk land kan ons nog verslaan? Niemand! Of we spelen met een punt, of we spelen zonder een punt, of we spelen in een mandekking, of we gaan naar achteren. Nu moet je gezamenlijk beslissen, jongens. Nou, zo te zien is die hele Braziliaanse toeschouwer, kijk, hier voor Nederland. Omdat Nederland geeft die show hier op het moment. Die jongens zijn gewoon goed bezig. Now she is in